Wie zijn jullie? Wat zijn jullie? Wie is jullie leider? Huh? Wat doe jij hier? Wat doe je in onze stad? Wat? Jullie stad? Wat? Jouw stad? Hoe kom je daar nou weer bij? Mafkees. Ja, dat is mijn stad, ja. Ik ben de burgemeester. Burgemeester? Maar als burgemeester laat je je stad toch niet een hele nacht en het dag? Of ja, dag? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar een avond en een nacht leeg alleen. Wij hebben geslapen in deze lege huizen van jullie. We moesten naar een begrafenis, een herdenking. Ja? Een herdenking? Nou ja, dat kan, maar 's nachts? Oké, dat is apart. Misschien is dat jullie cultuur of zo, of traditie. Ik heb geen idee. Maar als spreek je de waarheid? Ja, natuurlijk. Toch, jongens? Ja, ik weet het niet. Oké, dus jij wil zeggen dat jij, of ik kan je beter uitspreken, met u? Doe dat maar, ja. Dat u de burgemeester bent van deze paar huisjes? Ja, dat ben ik, ja. Oké. Okay. Nou, zijn wij? Ja, nou, dat zeg ik zo meteen wel. Ik wil eerst zeggen, weten van wie dit huis is. Dat is van mij. Jouw huis? Oh, dan heb ik vannacht in jouw bedje geslapen. Nou, ik zal hem zo meteen wel opmaken hoor, sorry. Oké, als dit echt uw stad is, burgemeester, dan wil ik even iets vragen. Ik ben zelf ook burgemeester van een andere stad die in gevaar was. Die stad moesten we genoodzaakt verlaten en we waren op zoek naar een nieuwe plek voor om te wonen. En we dachten dat dit geschikt was. Maar ja, nu is het blijkbaar te klein, want ik ben met een hele hoop mensen hier. Zouden wij met al die mensen, dus met iedereen, hier mogen blijven? Met iedereen? Ja, iedereen, ja. Oh, daar komen ze aan. Toevallig. Kijk, er zijn al een paar mensen, er komen er meer, ze worden allemaal wakker. Ja. Zouden wij met deze mensen hier mogen blijven? Volgens mij slapen er nog een paar trouwens, maar ze zullen je bedje opmaken. Ik denk van wel. Ja. Oké. Dat is heel... Ja? Hou de bedden schoon, alsjeblieft. Oké. Ja, natuurlijk. Dat gaat helemaal goed komen. Dat is geen enkel probleem. Wij gaan ervoor zorgen dat dit helemaal goed komt. Dankjewel dat we hier mogen blijven. Ik ga even met mijn groepje praten. Ja? Is goed. Oké, ik spreek ze aan. Dankjewel. Oké, kom allemaal even mee, jongens en meisjes. Oké. Nou, het is super fijn dat we hier natuurlijk mogen blijven. In zijn huisjes. We zijn hier veilig binnen deze... Ja, muren is het niet echt, maar binnen deze huisjes. Maar kijk goed om je heen. Ik vertrouw het niet helemaal. En ik weet niet zeker of dit wel hun stad is. Ik weet niet of ik hun moet geloven. Dus kijk goed om je heen, maak er geen bende van en ja, let dus goed op. Godzam, we zitten hier ondertussen al zo lang. 2 weken als ik me niet vergis. Ik weet het niet hoor, ik voel me hier wel een soort van thuis, maar ook een soort van, ja, opgesloten eigenlijk. Deze stad. Nou ja, goed. Ik vraag me al een tijdje af waarom dat eigenlijk Drogerion super hard wegrende. Drogerion die rende weg uit de stad toen ik hier stond. Toen de burgemeester, hij zat te vissen. Toen hij in één keer aan kwam rennen. Ja, nou ja, ik weet het niet. Misschien moet ik op zoek gaan naar Drogerion. Maar niet langs die weg, want dan heeft de burgemeester het misschien door. Oké. Ik moet wel een smoes hebben voor als ik betrapt word. Maar ik verzin ter plekke wel wat als ik betrapt word. Oké, niemand ziet me. Niemand ziet me. Ik loop gewoon rustig hier. La 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 la. Oh, hallo. Ik loop rustig hier uit de stad. Zo. En oh, daar is iemand aan het zwemmen. Boris, die is even de weg kwijt natuurlijk. De oude ork. We gaan lekker rustig op zoek naar Drage... Wat? Was dat erboven daar? Nee, serie... Dat heb ik nog nooit gezien daar. Wacht eens even. Oh, Stef. Ja, je rent lekker... Nee, je rent niet hierheen. Je rent lekker daar. Oh, hallo, Stef. Ja, goed zo. Oké, hij heeft me niet door. Ik ga kijken hoe ik daar kan komen. Ik zie daar iets van... Hey, Stef, die loopt daar. Ja, hallo. Hey, Stef, hallo. Hij is een domme ex-ork. Hij heeft vast niks door. Niet bouwen. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Oké. Wat is dat daar? Dat lijkt op het... Op iets waar iemand zou kunnen wonen. Oké,
Ik ga gewoon kijken, wat is hier aan? Dit is een beetje achteraf. Staat iets op. Huh? Wat? Oh, hey! Hey meisje, ik ging besjes zoeken voor de stad. We moesten eten hebben, ik moest eten verzamelen voor de hele stad. Mag ik mee? Je wil mee besjes zoeken. Nou, ik wil dat eigenlijk liever wel in mijn eentje doen. Dat zou ik heel graag... Ik wil mee, anders ga ik het echt tegen mijn vader zeggen hoor. Nou, vertel het maar tegen je vader. Je vader is toch maar een inwoner van deze stad. Nou, dat moet ik niet weten. Ik ga echt mee, anders zoek ik. Nou... Je vader... Die geeft er vast helemaal niks om. Echt wel? Je vader die boeit helemaal niks. Nee. Wie is je vader eigenlijk? De burgemeester. Wat? Jij bent de dochter van de burgemeester? Hoezo wist ik dat niet in al die 2 weken? Oké. Vertel hem maar dat ik... Dat maakt helemaal niet uit. Vertel hem maar tegen je vader, de burgemeester, dat ik besjes aan het zoeken ben voor de hele stad. Want ik moet nu echt gaan, oké? Okay? Oké, ga ik echt doen. Ja, doe dat maar. Veel plezier. Ga maar naar je vader toe. Dat is dus de dochter van de burgemeester? Het is irritant, zeg. Oh, het is dom irritant. Oké. Dit is serieus het huis van Tregerion? En nog niemand heeft dit gevonden? Nee, dat kan ik niet geloven. Nee. Die gek is nog steeds aan het zwemmen. Ik zag hem net. Nou goed. Ik ga hier naar binnen. Gadverdamme, wat is dit voor vies. Vervallen. Grotje. Wat is dit dan weer? Oh, hier heeft hij zijn eigen eten. Waarom moet hij zo dicht bij de stad? Hallo! Hey, Monique. Hallo. Oh, ik val. Hallo. Oh, hallo. Wat is dit? Mijn huis. Oh, je huis. Ja, nee, dat zie ik. Maar waarom heb jij je uitkijk over de hele stad? Oh. Zo kan ik mijn de burgemeester goed in de gaten houden. Wat? Wat zei je daar nou? Je vader? Nee, de burgemeester. De burgemeester. De burgemeester, oké. Okay. Ik neem even iets mee hoor, het is een beetje donker. Zo. Oh, ja. Sorry. Maar, helemaal niet. Weet iemand dat jij hier woont, überhaupt? Nee. Maar dat wil ik ook zo houden. Oké. Dat is apart. Maar, wat zei je nou? Ik wil het echt even weten. Wat zei je nou? Dat iemand in de gaten houden? Wie wil je in de gaten houden? Vertel het me! De burgemeester. Je gedraagt je echt vreemd. Waarom zou je de burgemeester in... Oké, dat snap ik trouwens wel. Maar je gedraagt je wel echt vreemd. Nee, ik verdraag... Ja, je gedraagt je vreemd. Je zegt zo, verdraag weer met de V. Ik snap niet, wat is de burgemeester? Ik vertrouw me niet, hij doet het graag. Oké, dan is het goed. Maar ik vond het in ieder geval wel heel raar dat jij wegrende toen dat groepje kwam. Maar ja, goed... Ja, ik vind het gek, ja. Maar ik ga terug voordat de burgemeester straks afvraagt waar ik ben. Ik kom nog wel een keer terug en ik zal je locatie niet verraden. Hou de mensen in de gaten alsjeblieft. Doe het voor ons. Ja, doe dat maar. Oké. Dankjewel. Nou, ik ga weg hier. Gekke man is dat ook, hè. Hij gedraagt zich echt vreemder dan ooit tevoren. Ik snap er helemaal niks van. Nou goed. Ik ga in ieder geval even terug. Dan moet ik wel besjes bij hebben. Nou, ik kon die niet vinden zogenaamd. Huh? Wat? Ik zie daar... Chalcron? Een geest? Chalcron was toch dood? Nee. Ik zag eerst een neutje op de berg. Nu zag ik hier Chalcron, maar het leek alsof hij hier achterin... Ik ga kijken of hij hierin zit. Zit hij hierin? Zo, Chalcron! Dit is het afgesloten. Ik kan hier niet eens naar binnen. Nee. Dit kan niet echt zijn dan. Nee. Ben ik gek aan het worden? Wat gebeurt er met mij? Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik moet op zoek naar de dokter voordat het te laat is. Voordat ik echt een of andere gek aan het worden ben. Ik ben een burgemeester. Oké, ik moet misschien een van de inwoners hier vragen waar de dokter is. Hey jij! Quick Vision! Jij! Ja. Hoi. Hey, waar is de dokter van de stad? Waar is die dokter? De dokter? Ja, dokter. De dokter is op vakantie. Hij is op vakantie. Op vakantie? Hij is op reis. Hebben jullie meerdere dokter? Nou ja, maakt niet uit. Dus dankjewel. Oké. Misschien ligt die man gewoon. Dat, ik vertrouw die mensen sowieso niet. Daar heb je de dochter weer hoor. Oké. Hey, jij. Goddess of Magic. Hallo. Ja? Waar is de dokter van de stad? De dokter? Ja, die heb ik dringend nodig. Er zijn een paar mensen ziek. Ja, die is op vakantie. Ja.
Vakantie. Oké. Okay. Nou, hij zei dat ook. Oké, okay, dankjewel. Nou, alsjeblieft. Alsnog geloof ik er helemaal geen ene... Hij is nog steeds aan het vissen. Geen ene reet van... Ik ga gewoon vragen aan de burgemeester. En de regering houdt hem misschien wel helemaal in de gaten weer. Nou ja, ik ga gewoon met hem praten. Over... Oh ja, daar staat hij hoor. Over... Hey, burgemeester! Hey! Ik was op zoek naar de dokter. Dokter? Ja, die hebben jullie vast wel in de stad, toch? Die heb ik al jaren niet gezien. Weken. Verderop is een dokter, misschien wel meer, maar ja, het is daar nogal eng, een beetje spokerig. Ja. Wat? Nee, dat kan niet, dat bestaat toch helemaal niet! Wij hebben ook nooit spoken of gekke wezens zoals orks gezien, helemaal nooit. Echt niet? Nee, natuurlijk niet, dat bestaat niet, dat is onzin. Nou, er zijn hier wel rumoeren, maar ik zou niet alleen gaan als ik jou was. Ik zou wat mensen meenemen. Ik zou zeggen, kom... Jelle! Wat? Luke! Wat? Ga jij met deze man mee? Waar naartoe? Naar dat spookachtige stadding. Ja, dat, wat? Dat wat? Spook... Ja, dat... Ja, nee, ga gewoon mee. Maar dat durf ik niet. Wat? Doe gewoon! Wees niet zo'n watje, dat bestaat al met die spoken. Maar okay. Dat is een spook... Nee, dat bestaat niet. Oké, ik neem ook een aantal mensen van onze eigen stad mee natuurlijk. Even kijken. Ik denk dat we sowieso bewaker nodig hebben. Ja, Mohammed boy, trek je kleding aan en we gaan. Kom op, we gaan. Misschien is het slim als we een heks meenemen. Jij, heks met je rode neus. Jij kan ook mee. Burgemeester, mag ik ook mee? Weeskindje? Dat lijkt me eigenlijk niet zo'n slim idee. Maar ik durf niet. En niet zonder Charlotte. Nou ja. Nou, vooruit dan. Kom maar mee. Nou, jullie drie mogen dus mee. En dan gaan we samen met jou... Gaan we naar die spookstad. Zogenaamde spookstad. Ja, ga je medicijnen halen. Okay. Ik blijf op een afstand. Ik blijf al hier. Bij mijn... Op een afstand? Broers. Ja, zeker. Let maar goed op deze mensen. Dankjewel dat we mogen gaan, hoor. Ja. Oké, jongens. Blijf goed bij elkaar. Ik vind het een beetje raar. Wat ze allemaal zeggen. Want ze zeiden dat hij op reis was. En de burgemeester zei dat de dokter hier al een paar jaar weg is. Dus ik vertrouw het helemaal niet. Laten we gaan. Wijs ons de weg. Hij wees dat het daar was. Waar is het? Dus die kant. Oké, nou, let's go. Naar dat dorpje waar die dokter dus is. Oké, een spookdorpje dus. Ik geloof er helemaal niks van.